In Hege Beintum, op de hoogste terp van Friesland, werden vrijdagmorgen belangrijke handtekeningen gezet. Om de onbebouwde terpen voor de toekomst te behouden, hebben de provincie Friesland en het Rijk besloten tot een uniek samenwerkingsproject. Het Terpenproject Friesland. Gedeputeerde Janne Witske de Vries van de provincie Friesland en directeur Kees van Tveen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ondertekenden vrijdagmorgen de samenwerkingsovereenkomst. Het Terpenproject Friesland moet voor het behoud van zo'n 160 Friese terpen gaan zorgen. Rijk en provincie stellen samen 1,6 miljoen euro beschikbaar. De terpen beschouwen wij als de archeologische schatkamers van Friesland. En ja, die dreigen aangetast te worden, die terpen, door het agrarisch gebruik, door de verlaging van de grondwaterstand. En dan is het van belang dat we samen de provincie en het Rijk de handen ineens slaan om die terpen te beschermen tegen verder verval. U stelt als Rijk 8 ton beschikbaar, de provincie doet er nog eens 8 ton bij. Dan heb je een leuk potje. Ja, het initiatief is, moet ik eerlijkheidshalve, genomen door de provincie. Die ziet het belang en wij willen dat graag ondersteunen. Het is wat ons betreft ook een voorbeeldproject, ook nationaal gezien. En vandaar dat we zelf de bedrag ernaast leggen. Terpen, de jerrebui is longenskip, krijgt dus de taal en de maren, dat is belangrijk voor u. En daar maar we op passen. De schatten die zitten in de groen, de Maatse Blauwe. Ja, er zitten een heel soort archeologische resten in de groen en daar willen ze het beste bewaren. Maar dan moet je ervoor zorgen dat die terpen in stand blijven. Nou, en boeren die broeken die groen vanzelf, want het is ook een goede groen. En door het ploegen worden die terpen staren gewoon vlakker. En rekken ze dan een stuk van die skeertnis kwijt. Nou, en wij proberen nu om in oorlog met boeren daar een vergoeding van te jagen, zodat die op een goede wijze beheer van die terpen doen kunnen. Terpen zijn archeologische schatkamers. Deze karakteristieke elementen van het Friese landschap zijn in het verleden op grote schaal afgegraven voor de winning van vruchtbare terpaarde. Tegenwoordig worden de meeste resterende terpen gelukkig beschermd. Daarmee zijn ze niet onkwetsbaar. Vooral onbebouwde terpen gaan onbedoeld in kwaliteit achteruit door ploegen en uitdroging. Die terpen vertellen een fantastisch verhaal over de vroegere bewoners van Friesland. Wie dat waren en hoe ze leefden, hoe ze woonden. En dat is toch wel bijzonder om te zien hoe zij ook in een context gewerkt en geleefd hebben. En daar kunnen we ook voorbeelden uithalen voor vandaag de dag. En dat kan het best als die terpen onaangeroerd blijven? Het nationale beleid op het terrein van de archeologie is dat alles in situ bewaard blijft. Dat wil zeggen dat we ons rijke bodemarchief niet vernielen. Opdat ons nageslacht misschien op een betere manier nog toegang kan krijgen tot het bodemarchief. Dus als we al archeologische rijksmonumenten willen verstoren, dan onder voorwaarde en wel op zijn minst dat we heel goed en zorgvuldig onderzoek doen. Het gaat over maar liefst 160 terpen, hè? Het zijn zo'n 160 rijksmonumenten, rijksarcheologische monumenten in ja, de noordkant van Friesland. Die zijn allemaal, dat gaat allemaal om onbebouwde terpen. Het meeste is onbebouwd. En zoals gezegd, ze dreigen aangetast te worden door het agrarisch gebruik. En daarom moeten we ook goed met de eigenaren en de gebruikers van die grond moeten we aan tafel. Wat vinden de boeren van dit project? Nou, de wie kreeg de vertegenwoordiger van de LTO aanwezig en die zei het is een hele goede gedachte. Want een heel soort boeren binnen haar ik net bewust van wat er al hier in de groen zit. Een terpe als Gruidelaan. Ja, daar is kruidenvogelbeheer, daar krijgen boeren compensatie voor, dat kin. Nou, dat zou ik wel kennen voor archeologisch beheer. Verwacht u medewerking van de agrariërs? Ik hoop het van harte en ik denk dat zij ook wel het belang inzien van dat we zorgvuldig met onze archeologische monumenten omgaan.